Het was een heel nerveus in het begin en dan meegesprongen en in één keer was ik mee in de vlucht en een leuke dag gehad, dus dat is het belangrijkste. Wie is bij jou opgevallen uit deze wedstrijd? Zijn de Belgen sterk voor volgende week? Ik denk het wel, hè? Ik denk dat we daar niet meer aan moeten twijfelen. Ik denk dat iedereen goed rijdt en dat je niet voor niks ervoor aan zit, denk ik. Dus ik denk dat we erin mogen geloven, ja. Ik heb ook een hele sterke Alaphilippe gezien, hè? Ja, inderdaad. Die is heel rap langs mij doorgekomen en zo, dus dat zal wel in orde zijn. Wie wordt wereldkampioen volgende week? Of wat verwacht je van de Belgen zelf? Ik hoop Wout van Aert, maar het gaat niet simpel zijn. Maar ik denk wel dat hij capabel is om te winnen, ja. Binnen jouw ploeg zijn er ook bepaalde mensen die toch wel kunnen mee vooraan eindigen, denk ik? Ja, het probleem is dat ze niet geselecteerd zijn, hè. Ik bedoel, Tosh had zeker zijn plaats verdiend, denk ik, daar in de selectie. Als je vandaag hier tweede wordt, op toch wel de generale repetitie van het WK, denk ik dat je wel zeker in uw plaats er had. Ik wil niks van de bondscoach in selectie afdoen, maar ik denk wel dat het in zijn plaats er had, ja. Oké, veel plezier nog. Dank je wel. Dank je wel.